Al jullie namen zijn afgeplakt. Ik ga zo direct blind vijf nummers trekken. Dat nummer correspondeert met een bandje van een van jullie. Dan steek je je hand op, maar je zegt niks. Doodse stilte alsjeblieft. En dan aan jullie de taak om de naam van die deelnemer op te schrijven. Foutloos. En wie aan het einde de meeste antwoorden goed heeft, die wint het spel en 40.000 euro. Ik ga het eerste nummer trekken. En dat is 31. Fons, wat heb je opgeschreven? We hebben Devin. Rob. Kevin. Roy. Devin. Sander, wat heb jij opgeschreven? Niks. Niks? De slechte namen. Ja, dan is het een ingewikkeld spel voor je. Zeg het wel, ja. Nummer 31. Wat is je naam? Devin. Devin. Dat betekent dat Fons het goed heeft. En Roy? Het tweede nummer is 95. Doodse stilte, alsjeblieft. Heren, mag ik de antwoorden zien? Nadia. Vraagteken. Caries. Nadia. Nummer 95. Wat is je naam? Nadia. Nadia. Fons. En Sander. Alle twee. Een punt. Nummer 3. 91. Heren, daar gaan jullie. Nummer 91. Tja. Gwen, vraagteken. Annette, Judith. Nummer 91. Wat is je naam? Judith. Judith. Sander heeft het goed. We gaan voor naam 4. En dat is de naam die hoort bij nummer 59. Fons, wat heb jij opgeschreven? Daisy. Rob. Daisy. Roy. Daisy. Sander. Daisy. Nummer 59. Wat is je naam? Daisy. Daisy, wil jij je naam spellen? D-A-I-S-Y. Lingo. Dat betekent dat jullie het fonetisch allemaal goed hebben, maar drie hebben het goed gespeld, behalve Rob. We gaan naar de laatste. Nummer 76. Wie heeft nummer 76 op zijn bandje staan? Ja. Houd stil. Het gaat om veel geld. Heeft iedereen iets ingevuld of niks? Ik begin bij Fons. Fons. Jeanette, ik weet het niet. Jeanette. Rob, vraagteken. Roy. Sorry. Wat? Wat? Ik hoor een hele hoop commotie. Ja. Nou ja, dat is mijn teamgenoot. Dus het is wel heel gek dat je dan... terwijl mij wel onder het gesprek met hem heb gevoerd. Echt, hè? Dat hij mijn naam niet kan onthouden. Je kookt elke dag voor hem. Ik kook elke avond voor hem. Dus je krijgt een hapje minder vanavond, Roy. Roy gaat het waarschijnlijk vanaf nu nooit meer vergeten. Nou, maar het is Wendy. Wendy? Ja. Nummer 76 is Wendy. En dat betekent dat niemand het goed had. En dat betekent ook dat wij met Fons en Sander een shootout gaan spelen. Ik heb in mijn handen nummer 92. Hoi Demi. Ja, want het gaat niet om je naam. Het gaat om je leeftijd. Fons en Sander. Haar leeftijd.
En wie er het dichtst bij zit, die wint. Oké. Fons. 27. Ja. Sander. 28. 28. 24. Ja! 24! Het is Fons die wint. Fons, ja. Kom je bandjes halen? Ja. Ja. Dat is één. Dat is twee. Voelt goed, hè, dit? Ja, voelt echt goed. En 40.000 euro om je volgen.